Het is weer enige tijd geleden dat ik een What's in My Bag video heb opgenomen. En vandaag ga ik jullie een What's in My Bag video laten zien weer. Dit is een tas die ik gedurende deze zomer heb gedragen. Het is een lederen tas van de H&M in groen, blauw, koraal, roze. Een makkelijke, lichte tas wat lekker veel in past. En ik ga even laten zien wat hierin zit. Nou, als eerste heb ik natuurlijk een toilettasje bij me van Chanel. En hier, ja, die past lekker veel in. Heb ik al, nou, gewoon standaard oogschaduwpaletje van Dolan heb ik hierin. Een bluskwast. Een blush. Foundation van Burberry. Floss is altijd handig om mee te nemen als je hebt gegeten. Een paar make-up kwasten, oogpotlood en, dus even zien, lipbals voor droge lippen. Nou, dit waren wel de basic dingen wat ik in mijn make-up tasje heb zitten. Nou, daarnaast heb ik een blognotes boekje. Het boekje komt van de HEMA. Het is een to-do listje en blognotes wat ik nog moet doen voor mijn blog. En die neem ik altijd onderweg. Vooral als ik ideeën heb, schrijf ik dat in dit boekje op. Dat is wel heel handig. Even zien. Een beurs. Deze is van GMZ Collection. Het is een hele makkelijke grote beurs in lichtbruin. En hier zitten vrijwel al mijn pasjes, pinpas en contant geld, bonnetjes. Even zien. Mijn mobiel, die heb ik altijd wel mee met oordopjes. Ik luister altijd muziek als ik op de fiets ben of in de stad ben. En dit is een iPhone 5, een witte met een bling bling hoesje. En deze is van de H&M. Die heb ik dus altijd mee. Even graaien. Ik heb altijd heel veel troep bij me. Altijd mijn paspoort bij me. En die heb ik in een mooi hoesje, een roze hoesje bewaard. Voor beschadigingen. Het hoesje komt ook van de H&M vandaan. Een extra tasje voor eventueel dingen. Ja, niet beschadigd kunnen worden, zoals een camera. Die doe ik altijd in dit Michael Kors tasje. Ja, er zitten wel snoepjes en tampons in. En hier heb ik nog een voorvakje. Daar heb ik ook de sleutels. Sleutelbos. Een beetje saai sleutelbos heb ik. Ik wil nog eigenlijk een nieuwe sleutelhanger erbij. Er hangt een bonuskaart in en wat huissleutels. Pasje van mijn werk. Nou, dit zijn de random dingen die ik dagelijks in mijn tas mee heb. En dit is nogmaals de tas. Ik heb vorig jaar bij de H&M gekocht. Dit was dus What's in My Bag video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En als jullie het leuk vinden, dan duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.